De Dilemma Plus. Ja, er staat de Dilemma Doos op, maar dat is nog oud. De Dilemma... Dilemma Plus. Hé, jezus, wat een naam. Ligt aan Miguel. De Dilemma Plus, daarin zitten briefjes. Zoals jullie waarschijnlijk nog wel weten van de voorgaande keren. Met daarop truth or dare. Of een dilemma. Ja. Dus of je moet een vraag beantwoorden. Of je moet iets doen. Of je moet kiezen uit een moeilijk dilemma. Nu was deze bak de laatste weken een beetje leeg aan het raken. Ja. Maar ik heb hem helemaal hervuld. Met allemaal zelfbedachte dingetjes. Oh jee. Dus ik hoop dat ik de dans ontspring, maar dat jullie misschien een leuke der pakken of zo. Okay. Ja. Aan wie mag ik de eerste beurt geven? Ja, aan de gast. Ja. Altijd aan de gast natuurlijk. Komt maar. Joris. Bedankt. Ik zal nog even schudden. Ja, dat helpt wel. Ja, misschien, ja. eerst doorgeven, eerst kijken. Wat heb je lees maar voor. Lees maar voor. Allereerst, wat is het? True Dare of Dilemma? Het is een dilemma. Hey. Oh. Maar wat voor dilemma? Het dilemma is AstraZeneca of Sputnik 5. Oeh. Ja. Ja, nee, ja. Ja, luister. Ik zou toch echt voor AstraZeneca gaan. Ik zou, ja... De Sputnik 5, ik vertrouw het gewoon niet. Ik denk dan... Maar waarom die niet? Hebben dan... Ja, nee, ja. Je denkt dat daar wel... Is nergens op gebaseerd natuurlijk. Behalve een soort van vooroordelen. Maar ik heb het gevoel, die laten dat dan... De Russen zouden dat dan laten testen en dan vervolgens... Oh ja, we hebben iets kleins veranderd en dan opeens dan willen wij alleen nog maar Russisch gas en weet ik het allemaal. Dus. Ja. Dus niet per se dat het minder effectief is, nee, maar meer dat je dan dat, op een dag ineens betere wifi wil. Ja, of, precies. Ik snap het wel hoor. Ja? Toen dat naar buiten kwam het nieuws dat de Russen zo snel al dat vaccin hadden. Ja. Ik had zoiets van, ja, toen had ik al wantrouwen gelijk. Dus ook omdat het Russisch is, maar überhaupt zo snel. Ja. En nou, uiteindelijk is het wel volgens mij door de EMA goedgekeurd. Ja. Maar dan nog denk ik van, nee, het was gewoon te snel. Ze hebben gewoon een maar vaccin gemaakt. Maar hoezo dan? Jij hebt daar toch helemaal geen kennis van? Jij nee, toch dat helemaal heb je ook niet, maar ja. Maar ik heb wel gevoel. Ja, ja precies. Nee, maar het is gewoon zo, in mijn gevoel, nu in mijn beleving is het zo van, ze hebben gewoon op de gok een vaccin gemaakt en toevallig is die goedgekeurd. Dat hoef ik niet. Maar het is wel echt op niks gebaseerd dan, hè? Klopt. Nee, okay. Ja. Voor mijn hele leven is op niks gebaseerd. Laat maar rust. Nee, doe mij maar AstraZeneca. Weet je waar je toe bent? Dat weet je ook niet. Nee. Voor je het weet krijg je trombose. Oh, de trombone. Nee, trombose, ja, inderdaad. Goed. Goed, Daan, die hebben we de gaan doorgeven. Oh, heerlijk. Ja, kom maar. Het is een lekker zaterdagavond. Lekker chaotisch. Lekker chaotisch. Ik vind het een beetje matig dat mijn microfoon leidt naar beneden. Ja, maar dat doe ik. Ik zal het zo meteen... ik kijk even wat dit is. En als het heel erg is, wil ik hem ruilen door jouw microfoon recht te trekken. Nou, Daan. Dat heb je nog nooit tegen me gezegd. Oh, ik heb... Goed. Ik heb ook een dilemma. Oké. Okay. 1,5 meter concert of platgedrukt worden in het publiek? Oeh. Ja... Ja, nu zou ik zeggen 1,5 meter concert. Ik wel? Ja, tuurlijk. Als je maar ergens naartoe kan. Ja oké. Okay. Ja, als je hem zo... Ja. Ja. Ik dacht gewoon in het algemeen. Gewoon, wat heb je liever? In het algemeen liever... platgedrukt als in gewoon gezellig, hè? Rick, kijk gewoon, even naar jou. Dat je 3 uur doet, denk ik, om naar de wc te komen. En dan iedereen kwijt bent. En ik vind dat wel het leukste, hoor. Nou, het is misschien niet het leukste, maar ik vind het op 1,5 meter... Ja, ik zou niet zo snel een dansje wagen dan of zo. Nee, nou ik heb ja, toch? Nee. Snap je. Bijvoorbeeld morgen speelt in Door een Roosje speelt Thijs Boontjes. Zouden we het niet over hebben? Daar gaan we het toch over hebben, want ik moet jouw microfoon nog recht draaien. Nee, maar ik hoorde dus, dat daar zetten ze dan tafeltjes en stoelen in de zaal. En dan denk ik, ja jij zou sowieso niet dansen op Thijs Boontjes. Ja, maar dan krijgt het ook een hele andere sfeer. Ja, dat. Ja, dat sowieso. Maar dat kan ook niet overal. Nee, maar dat kan dan een soort terrasconcert of zo. Zoiets? Ja. Maar dan wel in de grote zaal van Door een Roosje. Ja, oké, maar dan dat is anders. Ja, als je echt... en daarom zou ik liever platgedrukt worden in het publiek. Ja, dat is wel meer zeker. Mijn ding in ieder geval. Ja, mijn ook. Ja. 100%. Ja. Nou, wat fijn. Ja, wat eens gezind. Nou, tot slot ga ik zelf nog even een kaartje trekken. En dan gaan we dat jij dan ook echt een goede dare hebt. Ik heb een dare. Wat naar dit. Nee, oké. Okay. Jawel, kom op Rick. Stuur een lelijke selfie naar een collega en zeg daarna... Oh, sorry, verkeerd nummer. Nou, het scheelt dat jullie ook 2 collega's van me zijn. Ja, maar je hebt mijn nummer niet. Nee, is niet waar. Ik ga dat zometeen tijdens de volgende plaat even doen. En dan laat ik jullie zometeen wel weten wie het geworden is. Is dat een idee? Nee, ik vind eigenlijk dat het nu moet. Wat vind jij?
Ik heb geen idee. Hey, luister, ik heb ook geen idee of we tijd hebben daarvoor. Of dat kan, mag, moet. Ik ga gewoon een plaat draaien. Het is wel een leuk idee. Ga ik ondertussen een hele lelijke selfie maken. Ja, zullen we dat doen? Zal ik dan speciaal voor jou Caro Emerald draaien? Want dat is ook een lelijk wijf. Of wat bedoel je? Dat komen we later. Het is wel stuk. Dat lukt niet. Sorry. Nee? We hebben meer duimpjes nodig. Help je even mee? Klikken. Duimpje omhoog. En delen met iedereen die je kent. Iedereen.